Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen de EID Reader geïntroduceerd. Gadelito Hewaki, coördinator van e-government, geeft aan dat dit project een onderdeel is van het Secure Document Systeem. Er is gekozen om een presentatie te verzorgen over hoe de EID uitgelezen kan worden om het te vergemakkelijken voor de burger. Hewaki legt uit waarom deze EID Reader nu is geïntroduceerd. Het kan nooit te vroeg, maar omdat er vanuit de wet, dus vanuit DNA, veiligheidskleppen moesten worden ingebouwd, zodat niet ieder die een NFC-reader heeft, gewoon de ID-kaart informatie zou moeten kunnen uitlezen, hebben wij dus een authenticatiecertificaat moeten bouwen met veiligheidskleppen, zodat uw gegevens nog steeds veilig blijven. In die zin dat alleen de instanties die dit certificaat mogen hebben, dat die aanmerkingen voor kunnen komen en die instanties alleen de informatie uit de kaart zouden kunnen lezen. Er is daarnaast ook nog dat, er is dan een onderscheid in instanties die alle informatie zouden moeten kunnen lezen, maar ook gewoon de basisinformatie op de kaart. Om u daarbij illustratie te geven. Wat op de kaart zit, is fysiek staat, zit ook op de chip, maar daarnaast zijn uw adres en uw burgerlijke staat nog een keer beveiligd, waarbij uw vingerafdruk daarvoor nodig is. Want niet ieder heeft die informatie nodig. En als dus de instantie als de bank, die wel zou moeten weten als u een lening bij de bank neemt, waar u woont en als u getrouwd bent, dan hebben daar ook naast de reader van de kaart een reader voor uw vinger, zodat ze de informatie kunnen zien en kunnen gebruiken. Volgens minister Mike Noor Salim is de EID Reader bedoeld om de aanvraag van de verschillende gegevens vanuit het CBB te vervangen. De bewindsman zegt verder dat de oude ID-kaarten nog steeds gebruikt kunnen worden. Wanneer u naar een instantie gaat, voor bijvoorbeeld de bank of zo, en ze zouden informatie willen trekken uit uw kaart, dan kunnen ze dat niet meer met u. U heeft een plastic, dan kunnen ze dat niet meer doen. Geplastificeerde heeft u. Dan kunnen ze dat niet meer doen. Dus u gaat zelf last van ondervinden, omdat u dan naar CBB moet gaan. Waarschijnlijk ook een lange rij moet trotseren. En, terwijl het heel makkelijk kan. En daar doen we het. We doen het voor een stukje efficiëntie, effectiviteit, maar ook een stukje veiligheid. Het mooie van dit project is, of laat maar zeggen, datgene wat we maximaal eruit moeten halen, is het feit dat het een contactless chip heeft en daar ook heel wat andere informatie, additionele informatie verwerkt kan worden. Zaken die te maken hebben met je verhuizing, alle adressen, maar ook te maken met je burgerlijke staat, zaken die te maken hebben met hoeveel kinderen je hebt. Heel wat informatie kan je allemaal erop doen, zodat organisaties welke gebruik willen maken van die informatie die op die kaart zit, dat ze dat kunnen doen. En daarvoor waren we hier, om de mogelijkheid niet alleen te bespreken met de mensen, maar wat we hebben uitgerold als het gaat om de leesfunctie, om het zo te noemen. We weten dat voor alle zaken, allerhande zaken, er een uittreksel wordt gevraagd, nationaliteitsverklaring, just name it. Dat zal allemaal tot het verleden gaan behoren en daar doen we het om. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vanmorgen na de introductie van de reader van de EID. De introductie is gedaan in het perscentrum van het kabinet van de president.